Overweeg jij om hier te komen studeren, maar weet je nog niet zo goed wat onderzoek doen inhoudt? Dan is deze video voor jou. Er zijn namelijk heel veel manieren om onderzoek te doen. Soms interview je mensen. Ga je de natuur in? Of observeer je mensen? En zo zijn er nog heel veel andere manieren om onderzoek te doen. Hoe je onderzoek er precies uit komt te zien, dat verschilt per studie, maar je volgt wel altijd dezelfde stappen. Eén ding is zeker, op de universiteit onderzoek je wat jij interessant vindt. Zo duikt Sjoerd in de archieven van Nijmegen. Ik heb altijd eigenlijk al een hele grote interesse gehad in geschiedenis, ook op de middelbare school. Dus het was voor mij ook wel logisch om onderzoek te gaan doen naar de geschiedenis van normale mensen. Hoe die 100 jaar geleden leefden in mijn eigen stad. En toen kwam ik erachter dat er best wel veel armoede was. Voor onderzoek doen binnen de geschiedenis komt er altijd een extra uitdaging bij. Namelijk, we waren zelf niet aanwezig vroeger. Gelukkig hebben mensen wel spullen nagelaten en die spullen noemen we ook wel historische bronnen. Als we bijvoorbeeld naar deze foto kijken, drie dames met keurige kleding aan, die ook een parasol dragen, terwijl het is eigenlijk best wel warm. Dus die parasol is waarschijnlijk ervoor om niet bruin te worden. Ja, dat is best wel een heel groot verschil met deze foto. Deze foto is in dezelfde tijd gemaakt, maar op een andere plek, namelijk in de benedenstad. En hier zien we toch wel echt een hele andere wereld. Het is bijna alsof we verder terug de tijd in gaan, terwijl het toch echt uit dezelfde tijd komt. En ja, dat laat me wel denken van wat vinden we nu normaal? Wat wij over 100 jaar heel raar gaan vinden. Onderzoek doen begint met de vraag, wat wil je gaan onderzoeken? Dan kijk je hoe je deze vraag gaat beantwoorden. Wat moet je daarvoor doen? En dat is je methode. Als deze klaar is, kun je beginnen met het verzamelen van antwoorden en deze resultaten schrijf je op. Maar welke conclusies kun je nu trekken? En wat betekenen deze nieuwe inzichten? Misschien dragen jouw resultaten wel bij aan de genezing van kanker, net zoals het onderzoek van Marieke. Klopt. Ik doe inderdaad onderzoek naar hoe we natural killercellen kunnen inzetten om eierstokkanker op te ruimen. Hier in het Radboud UMC op lab hematologie. Ik vond kankeronderzoek eigenlijk altijd interessant, want je ziet kanker eigenlijk heel veel om je heen. Dat vond ik heel bijzonder, maar ook heel intens, omdat eierstokkanker een van de dodelijkste kankersoorten is in vrouwen in Nederland. En dat komt eigenlijk doordat we het pas veel te laat diagnoseren. En de behandeling die we dan geven is dan gewoon lang niet zo efficiënt als het zou kunnen zijn. Waardoor niet alle kankercellen opgeruimd worden en dan komt de kanker weer terug binnen 5 jaar. En dan zie je dat ook dat binnen die 5 jaar de helft van de vrouwen al overleden is aan deze ziekte. Dus het is echt een serieus probleem. En bij ons lab, waar ik nu stage loop, daar zijn ze bezig met het ontwikkelen van natural killercellen om deze eierstokkankercellen op te ruimen. En de hoop is uiteindelijk dat dat een veel betere behandeling is dan de huidige behandeling. Iedere student hier doet onderzoek en het ziet er voor iedereen anders uit. Dus, waar wil jij aan bijdragen?